Dit zijn de vrienden van Heis TV. Wie? Oh, die! Vandaag is het zover, de bekerfinale. Heis neemt het op tegen de Unus Flyers uit Heerenveen. Voordat het zover is, hebben we eerst een leuk uitstapje bij de boersalade. We vonden het leuk om even in het Westland een hapje te eten en een drankje te doen. En dan met z'n allen onze ijshockeyvrienden terug naar Den Haag te rijden. Voor een mooie wedstrijd, hoop ik. Nou ja, goed, ik moet zeggen, wij waarderen het enorm dat dit vanuit een goed hart is gerealiseerd. Ja. Of georganiseerd, moet ik zeggen. Ja. Dus dank daarvoor. En tot het maar een hele mooie dag mag worden. Ja, laten we het hopen. En op een goed mooi resultaat. En toen we dadelijk met z'n allen nog een biertje op kunnen nuttigen na de wedstrijd en de beker tussen ons in. Volgens mij Manitas Demeline. Mani, hoe leef jij naar deze dag toe? Oeh, ja, toch wel met een nodige spanning. Hè. Je weet, we spelen wel niet meer, maar hij is Hokei, hè, dat ligt aan het hart. Dus en dan tegen Heerenveen. Hè, en nou ja, je weet de connectie met Heerenveen. Mijn broertje speelt er natuurlijk, maar hij mag vandaag 10 goals maken, maar dan maakt hij de 11. Dat is belangrijk. Ja, ik leefde al het hele seizoen aan naartoe. Zodra bekend is dat we de finale spelen in Den Haag, dan ben je ermee bezig. Ja. En mijn zoon die speelt erbij. En dan leef je er wel naartoe. Ja. Dus, yes. En wat verwacht u van de wedstrijd? Wat denkt u wat het gaat worden? Ik denk dat het een echte finale wedstrijd wordt, een spannende wedstrijd. Heerenveen scoort moeizaam, maar is wel een heel sterk team. En Den Haag heeft 2 keer dit seizoen van Heerenveen gewonnen. En ik denk dat het een spannende finale wedstrijd gaat worden. Mag de beste maar winnen. Zo is het. Naast mij een van de hoofdscheidsrechters voor vandaag, meneer Keus. Keus, hoe beleef jij zo'n dag als dit? Ja, weet je, voor ons als scheidsrechters is het ook een wedstrijd om naar uit te kijken. Je bent een heel seizoen ben je bezig. Uiteindelijk draait alles om de mooie wedstrijden van het seizoen. Dat zijn de play-offs, dat zijn de bekerfinale, dat is de Final Four. Vanuit die invalshoek is iedereen natuurlijk altijd benieuwd welke wedstrijden er aangewezen worden. Nou, op het moment dat dan een aanwijzing komt en je ziet dat je erop staat, ja, weet je, dan ben je gewoon helemaal blij. Want het is voor de spelers leuk, het is voor het publiek leuk dat het een volle uithof is. Maar ook voor onze scheidsrechters, ja, is het gewoon geweldig om daar op het ijs te staan. Is dat dan een bepaalde loting of hoe wordt dat beslist? Welke referee welke wedstrijd mag fluiten? Je hebt natuurlijk een referee-in-chief, een scheidsrechtscommissie. Die houdt in de gaten wat allemaal de gebeurtenissen van de scheidsrechters op de ijs zijn in de wedstrijden. En daaruit wordt een keuze gemaakt wie dan die wedstrijd gaat fluiten. En dan krijgen wij dan te horen wie daarvoor de gegadigd zijn. En altijd spannend rond die periode. De wedstrijd gaat zo beginnen, de bekerfinale tussen Heis en de Unus Flyers uit Heerenveen. Helaas mogen wij geen wedstrijdbeelden laten zien, omdat de NOS al de rechten heeft omtrent de uitzending en dergelijke. Dus wij gaan wederom alles zo goed mogelijk in kaart brengen rondom deze mooie dag. Naast mij staat Frisley, de mascotte van de Unus Flyers. Nu vraagt iedereen zich af, wie is dat man in het pak? Ja,
Kijk, en daar is hij. Stel je eigenlijk even voor. Nou ja, ik ben Hendrik, alias Frisley. Frisley? Ja. En waar komt Frisley vandaan? Nou ja, ik ben een mascotte van Heerenveen en ik ben ooit een keer geboren, nou ja, heel toevallig uit een ei. Uit een ei? Je bent uit een ei geboren? Ja, dat was de opening, dus... Hey, en het is een arend, een zeearend, als ik het goed heb? Een eagle, adelaar eigenlijk, dus... Adelaar? Ja. Want anders zou ik zeggen, Eddie de Eagle. Had ook gekund. Ja, had ook, maar de Frisley is bedacht nou ja, door de fans. Kan je beschrijven wat er nou door je heen gaat? Nou, op het moment dat hun die straffen maken en wij er gewoon vol overheen gaan met de goals in de powerplay situaties. Ja, dat is gewoon een gevoel voor dat je gewoon macht over het spelletje hebt op dat moment. Ja, en dat is gewoon een topgevoel. Was dat zeg maar al de beslissing in de wedstrijd? Ik denk het wel, ja. Dat was wel een beslissing in deze wedstrijd, ja. Ik denk dat daar onze powerplay heel sterk was dit keer. En de 5-3 schakelen ze gelijk uit en... Ja, gewoon 3-4 goals achter elkaar, ja, dat breekt ze gewoon op. Ja, naast me natuurlijk de sterkeeper van vandaag. Faap, kan je beschrijven ja, wat er door je heen gaat? Ja, super blij. We mogen deze prijs pakken in Den Haag. Ja, dat is super. Ik heb het nog nooit gezien dat het in Den Haag is. En dat we dan ook, dat we hem ook daadwerkelijk pakken, dat is top. Ik denk dat iedereen daar ook voor ging. What's on the program now? Well, you know what? The first time I win the Baker, so I'm expecting like a pretty good time. People have been talking about it for weeks and months, so yeah, maybe a couple of Heinekens and then we'll see where we go from there. Heb je hard naar deze wedstrijd toe moeten trainen? Ja, uiteraard, dat weet je toch, hè? En we houden het hierbij, hè? We hebben een biertje liggen. Naast ons ook de enforcer Donny. Don, kan jij beschrijven, ja, hoe heb jij dit meegemaakt? Ja, dit is natuurlijk mijn eerste bekerfinale en ja, je ziet het, hè. Heerlijk. Het is het wel waard? Ja, het is zeker waard, ja. Elke keer de heen en weer gereden? Ja, dat ook, ja. Vermoeiend, maar toch vol erin gegaan en je ziet het, we hebben gewonnen. Smaakt naar meer? Zeker. We gaan alle prijzen pakken. Gaan ze allemaal pakken. Right next to me, Oliver Bataki. There was a big accident going on in the second period. Can you explain me a little bit? I think it's not necessary to explain it really to the deep details. I just get a cross check to my back, to my lower back. And then I tried in the beginning of the third period how I would feel on the ice, but it wasn't that good. And the result was already 6-1, so it wasn't that necessary to force it. To force it that much. Yeah. But now you're okay. Yeah, you know what? It's not perfect, but we got a cup, so now everything is fine. Again. Perfect. Fine. Yeah, thank you very much, Padaki, and hey, have a nice evening. Of course. Thank you so much. All right.
Ja, dit is succes voor iedereen die zeg maar, een hijshart heeft. En dan kan het, behalve het team en de begeleiding, kan iedereen van Hijs denk ik zo trots op zijn. En ja, er is wel iets van opluchting. Ja. Ik denk dat het ook goed is om even te melden dat we natuurlijk ook alle vrijwilligers, iedereen heel erg dankbaar zijn. Ja, die allemaal de steentje hebben bijgedragen om deze dag ook te kunnen organiseren als Hijs zijnde. En dus daar ook alle credits naartoe natuurlijk. Ja, deze prijs is voor de hele club, zeg maar. Voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Niet alleen nu, maar ook de afgelopen jaren. Daar ben je zelf ook nog steeds onderdeel van Hijs, maar ook in het verleden. Ik moet nog terugdenken aan een jaar of 4 geleden dat we op het punt stonden. Moeten we nou wel geen eerste divisieteam hebben? Jij hebt toen met Ben ervoor gezorgd, eigenlijk de basis gelegd van wat er nu is. Hè, nadat Hijs die week opgehouden was. Ja, dat zijn de complimenten die jij ook hoort te krijgen, Clint. En ja, zo zijn we elk jaar, hebben we stappen gemaakt. Ja, met dit als denk ik voorlopig hoogtepunt, want we krijgen nog 2 kansen. Ja, inderdaad. Ik zei het net al tegen Donnie, het smaakt verdomd naar meer. Dit smaakt zeker naar meer. Ja, dus iedereen over, wat is het, 3 weken naar Heerenveen. Final Four, staan we ook weer als hij zijnde en kom ons steunen. En dat helpt echt bij de spelers. Harry, ik wil met jou deze schitterende dag afronden. Namens Hijs TV en iedereen die ons een warm hart toedraagt. Chapeau dat we dit voor elkaar hebben weten te boksen. En laten we lekker een biertje gaan drinken. Gaan we doen. Oké.